Vlaams parlement zit een kandidaat voorzitter op VLD. En met Ivan van de Kloot van Itinera, de denktank, de mensen die nu al bezig zijn met hoe het straks, niet morgen, maar straks aangepakt moet worden. Ivan, goedemiddag. Goedemiddag. Hebben misschien alles jouw exitplan bestudeerd. Licht het nog eens kort toe voor wie dat nog niet gedaan heeft. Ja, ten eerste, het is een tweesporenbeleid. Het eerste is natuurlijk zo snel mogelijk veel werkvloeren coronaproof maken, zoals de bouwsector, die in Nederland voor 90% en meer al kan actief zijn door het gebruik van mondmaskers en dergelijke. Dat moet in België ook zo snel mogelijk gebeuren. Dus dat er gewoon voorzorgsmaatregelen zijn, waardoor het in veel sectoren vandaag al mogelijk kan zijn om te functioneren. Natuurlijk, sommige sectoren zullen langer uitvallen dan anderen. Bepaalde massa-events en dergelijke, wellicht gaat dat niet meer in 2020 kunnen gebeuren. En dus heb je in sommige sectoren een soort V-herstel mogelijk, omdat we daar mikken op die modaliteiten, zaken die het mogelijk maken om terug te herstarten. Voor andere sectoren, denk ook aan internationale reizen. Dat blijft natuurlijk een heel delicaat iets. Maar dan is het heel belangrijk om niet alleen te denken aan mondmaskers, maar ook aan testing. Testing zal een fundamentele rol spelen bij wat wij noemen de exit-strategie. En het is natuurlijk zo dat er een aantal risico's zijn die moeten besproken worden met de medische cockpit, zoals ik dat zeg. Zij zullen ook moeten informatie geven over hoe betrouwbaar zijn testen. Er zijn twee soorten testen. Je kan meten of iemand besmet is, maar je kan ook meten of iemand al immuun is. En die hebben eigenlijk hun betrouwbaarheid. Die perfecte betrouwbaarheid bestaat niet, maar dat is ook niet nodig. Je hebt ook geen... We gaan sowieso besmettingen hebben in ons land, maar we moeten vooral de epidemie stoppen. Dus dat is een beetje technisch, maar je moet zorgen dat één persoon maar één persoon of minder besmet, in plaats van altijd één persoon die meer dan vier personen besmet. En dan krijg je die epidemie gestopt. En dus die economische cockpit, die moet discussiëren met de medische cockpit. En dan kan je de economie herstarten. Voor de herstarting van de economie is het heel fundamenteel dat we in kaart brengen van wie is er reeds immuun. Nu, immuun, dat is opnieuw voor de virologen de discussie. Sommige mensen zullen minder permanent immuun kunnen zijn dan anderen. Er is discussie over de duurtijd van de immuniteit voor bepaalde mensen en dergelijke. Maar we hebben een soort, denk maar, in termen van een immuniteitspaspoort nodig, waardoor een bepaalde groep van mensen eigenlijk voluit het herstarten van de economie kan mogelijk maken. En als je zo'n immuniteitspaspoort hebt, dan kan je ook terug internationaal reizen, vliegtuigen nemen en dergelijke. Want ja, we moeten... Hoe lang gaat het nog duren dan, Ivan? Ja, dat moet je aan de virologen vragen natuurlijk. Hè. En er zijn een aantal zaken die we nog altijd in kaart moeten brengen rond immuniteit en dergelijke. Maar heel belangrijk is natuurlijk... Het zal heel verschillend zijn van sector tot sector. Massa-events, daar zit gewoon te veel risico naar epidemie in. Maar heel veel andere activiteiten, die kunnen veel sneller al herop. Scholen? Scholen bijvoorbeeld? Dat is wat ik zeg. Het snelste wat kan gebeuren zijn de scholen die openen. Maar dat is opnieuw vooral een beslissing van de virologen. Maar dat besef je dat je inderdaad een soort prioriteitenlijst moet maken van activiteiten die sneller kunnen opstarten dan andere. Het laatste wat zal gebeuren zijn de massa-events en dergelijke, dat beseffen we allemaal. De landen die goed bezig zijn, dat zijn Aziatische landen, niet de propagandamachine, want daar komen vooral leugens uit, maar Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong, wat doen die? Die hebben ook allerlei technologie die ze inzetten, waardoor ze ook kunnen backtracken. Backtracken betekent, je stelt bij iemand een besmetting vast, dan kan je ook terug opzoeken bij wie is die in de voorbije dagen geweest. Dat betekent onder meer in sommige Zuid-Aziatische landen dat je, als je een winkel binnengaat, scan je een QR-code en dan weet men wie op welk tijdstip in die winkel aanwezig was. Dat zijn natuurlijk zaken die we absoluut niet willen behouden na deze crisis. Daarvoor in Nederland zegt men, we hebben horizonbepalingen nodig. Het parlement moet beslissen, dat soort technologie zetten we in, maar alleen voor een bepaalde periode, met een
voorgedefinieerde vervaldag. Wanneer dat die vervaldag bereikt is, moet er ofwel terug groenlicht gegeven worden, ofwel vervalt dat. We willen niet een overheid die permanent ons weet te detecteren. Maar in tijden van pandemie zijn zaken wel nodig. En de technologie maakt dat ook mogelijk. Heel belangrijk is Singapore bijvoorbeeld. Die centraliseert geen enkel data. Die alles blijft op de smartphone van de mensen zelf. Tot het moment is dat men een melding krijgt van die persoon is ziek, corona besmet. En dan kan men die smartphone gegevens opvragen. Maar ze blijven dus decentraal bij de mensen zelf. En alleen als het volksgezondheid het opdringt, worden de data opgevraagd. Dat zijn technologische mogelijkheden die ons verhinderen om in een regime zoals China terecht te komen, waar de overheid ons compleet kan opsporen. Ja. Maar dus zoveel mogelijk werkvloeren corona-proof maken. Zorg ervoor dat in kantoren mensen kunnen terug functioneren met de afstandsbepalingen. En als dat niet mogelijk is, met mondmaskers en dergelijke. De perfectie is niet nodig. Hè? Men zegt, ja, maar we hebben dit soort mondmaskers nodig. Nee, de beste mondmaskers moeten er zijn voor de verplegers en de artsen. Ja. Andere mensen, die hebben... Je moet zo'n dingen bekijken vanuit de hele populatie. Je moet zorgen dat de besmetting, de epidemie, niet meer voortgaat. Maar dat betekent niet dat je het nulrisico moet opzoeken. Als je het nulrisico moet opzoeken, dan laat je de volgende 2 jaar alle mensen thuis. En dat is onmogelijk. Ja, ik zie net binnenkomen dat Brussels Airlines 8 routes schrapt tot maart volgend jaar. De economische gevolgen, er is één van de gevolgen, Ivan, ja, die zijn natuurlijk stilaan of wel een tijdje niet meer te overzien. Heb je daar ook een oplossing voor? Ja, we hebben dat een heel actieplan dat op onze website te vinden is. Hè. Dus de eerste zaak is de schok bufferen. Daar hebben we al veel gedaan. We hebben tijdelijke werkloosheidssystemen, we hebben zorgmechanismen voor sectoren die volledig zonder inkomen vallen, dat die steunmaatregelen kunnen krijgen, want dit is geen gewone economische crisis. Dit is een waar sommigen heel goed beschermd zijn omdat ze ambtenaar zijn, omdat ze hun loon gewoon zien doorlopen. Maar anderen die vallen gewoon van de ene dag op de andere op nul inkomen. En daar moet je dus als maatschappij andere soorten solidariteitsmechanismen bovenhalen. Er zijn de banken die uitstel moeten geven. Er is veel nodig, maar er is ook... Dat is puur de eerste schokbuffer. En daar hebben we die Economic Risk Management Groep. Maar die bestaat uit de gevestigde belangen. Uit de sectoren die het economisch weefsel tot nu toe bepaalden. Nu moeten we ook een post-corona-visie hebben. Hoe gaat de wereld eruit zien na corona? Misschien gaan we in de toekomst minder veel massatoerisme willen. In Noord-Italië passeren 2 miljoen Chinezen. Misschien zijn er te grote gezondheidsrisico's daarbij. Dan moet je niet al de infrastructuur in stand houden die na post-corona niet meer nodig is. We gaan op heel veel domeinen anders functioneren dan voor corona. De basis is dat de economie weer op gang moet worden getrokken. Als de mensen geen inkomen meer hebben, dan kunnen ze hun doktersrekening niet betalen. En als de overheid, als de staatskas leeg is, dan kan de staat ook de dokters niet meer betalen. Dus op een gegeven moment moeten we die economie terug op gang krijgen. En wat ik nu zie, is dat heel vaak wordt gezegd van het is of de gezondheid of de economie, maar eigenlijk kan beide samen of we gaan dit systeem niet kunnen betalen. En dan moeten we ervoor zorgen dat de gezondheid beschermd is, dat de mensen dus een mondmasker dragen, andere bescherming, maar toch aan de slag gaan. En dat is een exit-strategie waar we toch wat sneller zouden moeten gaan voor de bouw, bijvoorbeeld, vind ik. Ik denk dat we daar in Nederland en Frankrijk zouden moeten volgen. En ook in andere sectoren aan de slag, maar zet hem op. En ja, waarom doen we dat niet onmiddellijk dan, Ivan? Ja, kijk, in België hebben we vaak de traditie van 6 maanden na te denken en in werkgroepen te vergaderen. Nu moet je op 1 week heel snel starten. Dat krijg ik het dan, meestal. Sommige landen zijn daar beter in dan anderen. Hè. En Duitsland is daar in Europa een voorbeeld in. Er zijn er nog in Europa. Daar moeten we enorm van leren. Daar kunnen we ook heel veel achterstand in halen door Aziatische experten naar hier te halen. Want die hebben al vele maanden ervaring mee. Gebeurt dat al? Dat moet nog meer gebeuren. We hebben een heel goed functionerende medische cockpit. Maar nu hebben we ook een heel goede economische cockpit nodig.
En wat ik een belangrijk punt is, we mogen niet alleen kijken naar het historisch-economisch weefsel en daar steunmaatregelen voor geven. We moeten ook een post-corona-wereld creëren. En er zijn bijvoorbeeld de start-ups. Allerlei nieuwe ontwikkelingen die bezig waren, onder meer in de digitale wereld en dergelijke, die vandaag extreem kwetsbaar zijn, want zij hebben zwakke kapitaalstructuren. Niet zo, dat zijn geen Electrabels, dat zijn kleine ventures, kleine KMO's, die met de toekomst bezig waren en die worden volledig kortgesneden. En de banken zeggen, ja, jullie zijn risicovol voor ons. Daar moet je natuurlijk heel creatief voor zijn, want je hebt een economisch weefsel voor de toekomst nodig. En dus je mag niet op in de Belgische cultuur vallen van, we geven steun aan wat er het al was. Nee, je moet ook de toekomst voorbereiden, een post-corona wereld. Ja, ja, absoluut. Ik heb onlangs een opiniestuk geschreven samen met Roland Duchatelet, De wereld na corona. En daarin hadden we heel hard de nadruk gelegd op al die nieuwe economieën die in deze coronatijden ook zullen ontstaan. Van zelfrijdende auto's, 5G is er gekomen in coronatijd. Ja, toch een nieuwe teleconsultatie. Dus we kunnen een nieuwe wereld voorbereiden. Er zijn ook positieve dingen die eruit kunnen groeien. De start-ups, helemaal online. Al die vergaderingen die wij normaal doen, waarvoor we zoveel afstand gaan rijden, die kunnen we nu blijkbaar voor een groot stuk online gaan doen. Dat is ook een vaststelling. Dat zijn ook heel veel economische mogelijkheden die eruit voortkomen. Het onderwijs, hè, dat, we zijn daar echt een groot experiment aan doen. Eigenlijk, normaal zijn we heel conservatief, durven we zo'n dingen niet uit te testen. Maar nu doen we het, omdat het niet anders kan. En dat betekent dat er andere soort activiteiten zullen ontstaan in de toekomst dan in het verleden. Ja. We moeten vooral ook de vernieuwing van de economie mogelijk laten. De voorbije 10 jaar werden er veel zaken in stand gehouden. Een zombiebedrijf is geen mooie term, maar daar kwam het eigenlijk wel op neer. Omdat er zo'n goedkope geldpolitiek was van de centrale banken, bleven er nogal wat activiteiten gewoon bestaan, omdat geld bijna gratis was. En dat is niet gezond. En nu krijg je echt een schok, waardoor je mag niet alles verliezen. Je moet een deel van het belangrijke economische weefsel behouden, maar je moet ook vooral investeren in het nieuwe economische weefsel. Ja. Ja. Heel veel stof om na te denken. Dat gaan we zeker doen. Ivan van de Kloot van Itinera, bedankt voor dit gesprek. En tot dan. Graag gedaan. Eens daar. Ja, voilà Els, hier kunnen we weer mee aan de slag. Een aantal goede ideeën van de denktank Itinera. Ja, absoluut. En het is ook eigenlijk gelijkaardig aan wat Sophie Gerold van B-commerce had gezegd in een van de eerste lives. Daarin zei ze, ja, wij als Belgische bedrijven moeten ook veel meer durven groter te denken. En niet alleen de slogan hebben, koop lokaal, maar ook denk globaal. Zorg dat uw Belgische producten online op een alternatieve wijze de wereld veroveren. En dat is die nieuwe economie waar ook de Belgische economie van deel maken. Oké, perfect. Dankjewel Els. Tot later. Tot later.